En American Airlines AA vliegt binnenkort rechtstreeks naar Suriname. Dit in het kader van de Open Sky Agreement tussen Suriname en de Verenigde Staten. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme benadrukt het belang van goede partnerschappen om zodoende ook de toerismesector een helpende hand te bieden. Het is een overeenkomst die zeker het ontsluiten van Suriname betekent. Niet alleen naar de USA, maar ook wereldwijd. De Surinamers die los van Amerika ook andere destinaties aandoen. Die kunnen dus ook via Amerika met gebruik natuurlijk wanneer indien ze American Airlines boeken, dat ze verdere destinaties kunnen aandoen met dezelfde carrier. En natuurlijk is dit zeker een hamvraag. Hoe staat het met SLM? Nou, willen we onze national carrier intact houden, nou, dan moeten ze ook keihard aan de slag. Het is een nu, heden ten dagen, niet blijven hangen in de historie. Maar in een periode van deze pandemie, die ons anders doet denken en handelen, moet zeker SLM haar voordelen hiermee gaan doen. De COVID-19-pandemie heeft wereldwijd veel schade aangericht aan de economie, waaronder vooral de toerismesector leidt. Volgens minister Jubitana mag deze branche uitkijken naar meerdere duurzame oplossingen vanuit de regering. American Airlines zal naar verwachting vanaf juli rechtstreekse vluchten uitvoeren naar Suriname. Ze hebben al aangegeven richting juli dat ze hier willen landen of vliegen. Dus tussen nu en juli moeten al die formaliteiten in orde gemaakt zijn. Dus de intentie, de FAO, dat is dus de licentie dat ze mogen vliegen. En overige zaken die CASA's onder haar beheer heeft, dat ook die zaken, de formaliteiten, procedures, safety, security, dat soort zaken dus die aan de orde komen, dat die procedureel worden afgetikt. En daarna ook dan als laat of komt ook aan de orde luchthavenbeheer, waarbij zij dus gebruik maken van onze luchthaven of zullen gebruik maken van onze luchthaven.